Ja, Freek, wederom een bizarre pot in Sittard. Ja, dat klopt. Weer doelpuntrijk, alleen deze keer trekken we wel over de streep. Ja, hoe was het nou om daar in de hoek met al dat water te voetballen? Ja, ik stond de eerste helft aan de andere kant. En dan zag je wel een aantal keer, het leek wel waterbelet aan de rechterkant. Dribbles zijn onmogelijk, je probeert die bal voor je uit te duwen, maar hij stropt. Of een bal, je denkt dat een bal over de zijlijn schiet, alleen die blijft er hangen 10 centimeter voor de zijlijn. Het is heel lastig voetballen en ik denk dat wij er uiteindelijk toch net iets beter mee zijn omgegaan dan Fortuna. Wat bedoel je daarmee, net iets beter? Ik vond dat we de tweede helft heel snel de lange bal kozen. Een aantal keren konden we ook het middenveld inspelen. Alleen op dit veld is het gewoon heel lastig voetballen. Het gras was heel hoog, het veld was heel nat. En waar je zit aan de kant van de dugout was net was het één grote plas. Je liep gewoon met je schoenen door het water. Dan heb je wel een leuk spitsje voorin lopen. Ja, zeker een leuk spitsje. Ja. Nou ja, hebben wij vandaag zijn waarde weer. En, de tweede wedstrijd misten we hem wel. En de andere jongens het wel ingevuld. Alleen je ziet wat voor targetman het voor ons kan zijn. Daarin ontwikkelt hij zich goed en maakt vandaag weer zijn doelpunten. Hoe is het met je hoofd? Want je had een aantal tik gekregen volgens mij. Ja, ik kwam één keer met Timon en een spits in de clinch. En ik kreeg een beetje een whiplash. Mijn hoofd werd niet echt geraakt. Alleen mijn nek klapte twee kanten op. Maar hij zit er nog aan en hij is nu gruwelijk aan het opstijven. Maar daar heb je er wel voor over.